ga ik dit nu echt doen? Nee, ik durf het niet. Eigenlijk alles wat ik deed, kraakte ze een beetje af. Ik ga hier niet lekker op. Misschien heb je een heel fijn familielid waar je altijd mee kan sparren. Wat mij meer zelfverzekerdheid heeft gebracht. Ach, ik ga die ander dan toch niet belasten met mijn sores. Schrijf dan bijvoorbeeld op, ik ben sterk. Of ik ben een hele lieve vriendin. Hi, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Nou, vandaag wil ik het hebben over zelfverzekerdheid en persoonlijke groei. Want dit is echt iets waar ik al heel erg lang mee bezig ben. Het is namelijk echt een proces. En soms krijg ik ook DM's van wow, het lijkt wel alsof jij altijd zelfverzekerd bent. En hoe komt dat? Heb je tips? Maar jongens, echt geloof mij, ik ben absoluut niet altijd zelfverzekerd. En dat is ook wel echt gewoon een heel proces waar je in zit. Ik geloof ook niet dat je altijd zelfverzekerd kan zijn. Ik ben overal een zelfverzekerd mens. Maar het is niet dat je daar gewoon hup mee wordt geboren. Ik denk dat iedereen door verschillende fases heen gaat. En er komen weer nieuwe dingen op je pad. Andere dingen wat je misschien uit het veld slaat. En waardoor je onzeker wordt over bepaalde dingen. Dus ik probeer altijd heel erg stil te staan bij mezelf. Wat voel ik? Wat denk ik? Wat is het verschil tussen mijn gevoel en mijn verstand? Waarom neig ik nu naar het volgen van mijn gevoel? Eigenlijk jezelf best wel vaak gewoon een spiegel geven en met jezelf in de dialoog gaat. Nou, dat klinkt allemaal misschien heel vaag als je dat nooit doet. Ja, ik heb wel een aantal voorbeelden ook wat mij meer zelfverzekerdheid heeft gebracht. En het eerste voorbeeld is absoluut omring je niet met negative Nancy's. Echt gewoon, als ik kijk naar bijvoorbeeld bepaalde vriendschappen van jaren geleden. Ja, was dat gewoon soms echt een waste of energy. Soms heb je mensen om je heen die eigenlijk gewoon heel erg zelf een innerlijke battle voeren. En jaloers zijn, omdat ze zelf niet echt gelukkig zijn. En jou dan continu naar beneden proberen te halen. Dus als jij bijvoorbeeld een bepaalde keuze maakt, dat iemand zegt, oh, zou je dat nou wel doen? Ja, ik weet het niet hoor, lijkt me niet zo'n goed idee. Want mensen die jou gewoon eigenlijk niet supporten en niet jou helpen te groeien. En ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat je hebt altijd wel in je directe omgeving, heb je wel eens meegemaakt dat mensen echt gewoon heel negatief zijn. En tuurlijk mogen mensen in jouw omgeving absoluut een mening geven en je advies geven als je daarom vraagt. Maar ik bedoel echt gewoon, ja, ik had wel vroeger ook een vriendin die dan eigenlijk alles wat ik deed, kraakte ze een beetje af of deed ze er een beetje zo lacherig over. En ja, dan ga je toch soort van aan jezelf twijfelen en denk je, doe ik daar dan wel goed aan? Terwijl, weet je wel, kijk daar niet naar, luister daar niet naar, maar probeer echt bij je eigen gevoel te blijven en echt te denken, waarom wil ik dit? En als jij zelf voelt dat je die potentie hebt en dat je gepassioneerd over iets bent, laat je niet door iemand daarvan afbrengen, maar ga er gewoon voor, echt. En ik heb zelf ook daarin fouten gemaakt door bijvoorbeeld te lang in een liefdesrelatie te blijven hangen met iemand die mij continu naar beneden hield. En achteraf denk ik, jezus, ik had daar gewoon echt veel eerder moeten uitstappen, maar soms zie je dat niet. En zo heb ik wel gaandeweg in mijn leven af en toe wel mensen om mij heen gehad die mij dan naar beneden gingen halen. En nu nog steeds. Ik krijg soms echt bijvoorbeeld hele nare DM's of comments van volgers die dan hele gemene dingen zeggen. En dat ik denk, nu ben ik dus echt inmiddels veel ouder en kan ik daar echt naar kijken en denken, wow. Ja, het is eigenlijk gewoon heel sneu voor die persoon zelf. Want het betekent dat die persoon die dat tegen jou zegt of tegen mij zegt, eigenlijk zelf
dealt met iets vervelends of daar zelf niet helemaal lekker uitkomt. En die projecteert dat dan op jou. Dus ik hoop dat je ook goed beseft dat als jij mensen in je omgeving hebt die jou de hele tijd een beetje naar beneden halen, dat dat vaak helemaal niet met jou te maken heeft. Niet met jouw keuzes, niet met hoe jij bent, maar met henzelf. Dus ik ben eigenlijk een enorme voorstander door je enkel te omringen met mensen die met jou meejuichen om de keuzes die jij maakt en de nieuwe baan die je aangaat of wat het ook mag zijn. En niet die jou naar beneden halen. Mensen die eigenlijk jou helpen te groeien. Die bijdragen aan jouw persoonlijke groei en niet jou stagneren. Ik heb bewust ook wel echt afscheid genomen in mijn leven van een aantal mensen waarvan ik dacht, het is te veel negatieve energie en dit maakt mij onzeker. Ik ga hier niet lekker op. En dan is het misschien heel erg tegen je natuur in om met diegene te breken of je daarvan te distancieren. Maar je zal zien als je dat hebt gedaan, zo'n opluchting. Een ander ding wat bijdraagt aan zelfverzekerdheid is uit je comfortzone gaan. Dingen doen waar je eigenlijk ongelooflijk bang voor bent. Waarbij je echt met trillende handjes staat en je denkt, ga ik dit nu echt doen? Nee, ik durf het niet. Doe het. Echt, je zal zien dat als je dus iets doet waar je enorm bang voor bent en waarvan je denkt dat je het eigenlijk helemaal niet kan, of dat er daarna iets drastisch in je leven verandert waar je niet gelukkig van zou worden. Als je dat dan juist doet, zal je zien dat je heel trots wordt op jezelf en dat het echt bijdraagt aan die zelfverzekerdheid. Want wat ik al zei, zelfverzekerdheid is gewoon een proces. Het is niet van, nou, je wordt geboren, je bent zelfverzekerd, tada, jij hebt het, dit zijn de zelfverzekerde mensen en dit zijn de onzekere mensen. Jammer, jij bent die onzekere. Nee, je kan daar echt heel veel aan doen om die zelfverzekerdheid te krijgen. Dus haal jezelf uit die comfortzone en dat kunnen hele grote dingen zijn, hè? Dus echt naar een andere stad verhuizen of een ander land. Of een relatie verbreken of juist een relatie aangaan. Maar het kunnen ook hele kleine dingetjes zijn. Je hoeft niet meteen heel groot te denken. Het kan bijvoorbeeld ook al zijn dat je best wel een introvert persoon bent en dat je het altijd heel erg eng vindt om zomaar met vreemden te praten. Nou, begin dan eens gewoon uit het niets, als je in de supermarkt staat of in een winkel, met een complimentje geven aan iemand. Gewoon, hey, leuke jas. Of wat zit je haar mooi? Wat een mooie bos krullen. Je zal zien dat je het heel eng vindt om zoiets dan te zeggen. Maar als het er dan uit is, voel je je zo goed. Echt, dan denk je, nou, je kan dan gewoon de wereld aan. Maar het kan ook gewoon met je directe omgeving. Misschien ben jij een persoon die niet graag om hulp vraagt. Dat ben ik namelijk. Ik vind het heel lastig om aan te geven bij mijn vrienden en familie dat ik hulp nodig heb. Ik wil het liefst gewoon alles zelf doen. En absoluut niet iemand anders om hulp vragen. Want daar ben ik dan eigenlijk wel dan misschien onzeker over. Dat ik denk, ach, ik ga die ander dan toch niet belasten met mijn sores. Of ik kan het alleen wel. En dan uiteindelijk, nou ja, werk jezelf tot hier. Wat is eigenlijk het grote probleem van een keer iemand om hulp vragen? Nou, ik zelf vind dat heel eng. Dus nu, met een tweeling, moest ik er natuurlijk wel aan geloven. En heb ik mezelf echt gewoon, ja, best wel vaak gedwongen om ook hulp te vragen aan vriendinnen, aan familie. Ik weet niet of je het hoort, maar mijn lieve jongens zijn aan het gillen. Maar Wout is gelukkig met ze. Zodat ik even dit kan opnemen. Dus uit je comfortzone gaan kan hem echt zitten in hele kleine dingen en in hele grote dingen. Ik heb mezelf de afgelopen 10, 15 jaar eigenlijk elke keer uitgedaagd, zowel in kleine als grote dingen, om uit die comfortzone te stappen. En soms zat ik daar dan echt met klotsende oksels. Bijvoorbeeld het hele daten. Als ik dan vrijgezel was, oh, dan vond ik het eigenlijk zo eng om dan met wildvreemden te gaan daten. Dat is echt, dat ik dacht, ja, dan wilde ik gewoon liever in bed blijven en Netflix aanzetten. Nou, dat soort dingen hebben me ook geholpen. Om er eigenlijk steeds meer achter te komen wie ik nou werkelijk ben. Wat ik voel, wat ik denk.
Eigenlijk door jezelf continu uit te dagen, kom je dichter bij jezelf. Absoluut. Wat ook echt kan helpen, en dat klinkt zo stom en raar, maar om letterlijk op briefjes te schrijven, ja, waar jij trots op bent. En dat op een spiegel te plakken, zodat je het elke dag ziet als je in de spiegel kijkt. Maar ik heb dat echt wel periodes gedaan, dat ik gewoon eigenlijk een soort affirmaties opschreef op een briefje. En als je dat dan elke dag ziet en leest, dan uiteindelijk ga je het ook gewoon echt geloven. Dus als er bepaalde dingen zijn waar je onzeker over bent, of juist trots op bent, schrijf dan bijvoorbeeld op, ik ben sterk, of ik ben een hele lieve vriendin, of ik ben een hele goede moeder. Als je dat elke keer leest, dan ga je echt op een gegeven moment, conditioneer je je hersenen, en dus jezelf, je trickt jezelf eigenlijk daarmee, dat je het dus echt gaat geloven. Ik heb bijvoorbeeld affirmaties over, ik ben een sterk persoon, ik ben een sterke vrouw, ik maak mijn eigen keuzes in het leven, daar heeft niemand wat mee te maken. Ik volg mijn eigen pad. Als ik dat soort dingen lees, dan denk ik, oh ja, precies. Het herinnert me gewoon weer even van, focus en laat je niet afleiden door alle ruis, maar je leest het letterlijk en het komt een soort van binnen. Het is moeilijk uit te leggen als je het niet hebt geprobeerd, maar alsjeblieft, probeer het. En het kan van alles zijn, hè? Het kan zijn van ik heb mooi haar, of ik ben slim, of ik ben altijd een luisterend oor voor mijn beste vriendinnen. Het kan hem in alles zitten. Er zijn zoveel dingen in jezelf te vinden die goed zijn, die mooi zijn van jezelf. Je moet het alleen durven uit te spreken. En je hoeft echt niet aan iedereen te lopen verkondigen. Hey jongens, ik ben een ontzettend slimme meid. Nee, hou het gewoon voor jezelf. En je zal zien dat dit echt helpt. Het laatste wat ik wil zeggen is, zorg dat je heel erg gepassioneerd bent. En dat je niet soort van het leven aan je voorbij laat gaan. Natuurlijk heb ik ook dagen dat ik soms denk, oh, ik kan mijn bed niet uitkomen. Ik heb 100 miljoen excuses om geen video op te nemen, niet die camera erbij te pakken, niet naar de sportschool te gaan, niet even naar de Albert Heijn gaan om eten te kopen en te koken in plaats van te bestellen. Er zijn zoveel excuses die je voor jezelf kan verzinnen om dingen niet te doen. Maar geef gewoon jezelf die schop onder de kont. En ga ervoor. Echt, probeer bewust te zijn dat je leeft en je passie te volgen en gewoon dingen te doen. Want als je niks doet en stilstaat, ja, letterlijk, beweging zorgt ervoor dat er iets gebeurt in je leven. En dat er dingen veranderen en dat er dingen op je pad komen. Dus zorg dat je kansen met beide handen aangrijpt en heb het erover met je omgeving, met mensen die jou inspireren. Kijk YouTube-video's van inspirerende mensen. Misschien heb je een heel fijn familielid waar je altijd mee kan sparren en die jou heel erg motiveert om dingen te doen. Zorg dat je met dat soort mensen bent. Ik kan dat heel erg vinden in Wout. Wij hebben gewoon ja, dagelijks gesprekken over wat we willen in het leven, waar we onzeker over zijn, wat onze slechtere eigenschappen zijn, wat onze mooiere eigenschappen zijn, waar we trots over zijn van onszelf, maar ook in de ander. En ja, dat maakt het leven gewoon heel veel leuker. En we stimuleren elkaar enorm om ergens voor te gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je met dat soort mensen omringt en dat je het ook echt daadwerkelijk doet. Nou, dat was er wat. Ik kan hier letterlijk nog 3 uur over doorpraten. En ik heb ook nog zoveel andere dingen die ik wil zeggen. Dus ja, er komen sowieso meer video's hierover. Ja, en besef gewoon goed, het is een pad die je bewandelt. Het is een proces. Je hoeft er niet meteen te zijn. En je komt vaak in aanraking met hele vervelende situaties waar je niet op zit te wachten. Maar zie dat juist als een uitdaging van oké, nu is dus het moment voor mij om de keuze te maken om A of B te doen en daardoor groeien. Ik ga hem afsluiten, want hij wordt gewoon idioot lang. Dankjewel voor het kijken. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe jullie
tegen zelfverzekerdheid aankijken. Of je altijd zo voelt of dat je juist vaak onzeker voelt. En wat je dan doet om jezelf eruit te halen. Want ik weet zeker dat mensen lekker in de comments gaan kijken, gaan lezen. En dat we van elkaar kunnen leren. Het is altijd fijn om van een ander te horen, ja, hoe die ermee omgaat. Want we dealen allemaal natuurlijk wel eens met onzekere momenten. Oké, jongens, dit was hem. Mwah.